Dus ik zit nu op 1850. Ik ben verhoogd. Yes! Het blijft gewoon een struggle. Blijft gewoon iets wat heel erg lastig is. En ja, nou, dit is echt totaal niks voor mij. Want ja, een heel leven lang tracken. I think not. Maar dan, ja, nee. Nee, ik zie mezelf gewoon niet zo officieel met al die tieren. Nee, oké. Okay. Volgende vraag. Nou, dat was echt zo'n vreeddag dat ik echt dacht, Jezus. Oké, daar zijn we weer. Hallo, welkom terug. Welkom terug, ja. Statief, hallo, steen recht. Ja, oké. Welkom terug bij een nieuwe Fit-Edit video. Waarom lopen altijd mensen voorbij als ik iets wil gaan zeggen? Oké. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Fit-Edit video. Ik heb deze intro nou al 3 keer, al 4 keer opgenomen, maar dat maakt niet uit. Hallo, welkom. Vandaag een question and answer. Ik had laatst op Instagram weer zo'n vragenvakje neergezet waarin jullie je vragen konden droppen voor mij voor deze nieuwe Fit Addicts video. En vandaag ga ik ze allemaal beantwoorden. Nou ja, niet allemaal, maar 10 daarvan. Ik heb 10 vragen. Ik heb ze hier op mijn computerscherm tentoongesteld zodat ik ze makkelijk kan voorlezen. En ik ga gewoon gelijk beginnen met de allereerste vraag. De allereerste vraag is: hoeveel calorieën eet je nu? 1850, jawel. Ik ben zowaar omhoog gegaan in mijn calorieën. Ik heb echt een tijdje gehad dat het reverse dieting gewoon niet heel lekker op gang kwam. En dat ik gewoon, ja, ik was gewoon te veel out and about. Overal nergens aan het eten, zeg maar. Dan was ik weer aan het lunchen. Dan had ik weer, ja, een beetje uit eten achter, zeg maar. Dan ging ik weer ijs halen. Dan kwam ik weer boven mijn calorieën totaal uit, zeg maar. Dan moest ik de dagen daarna weer een beetje uitbalanceren. Het was gewoon niet steady genoeg om al te gaan verhogen, maar sinds deze week heb ik echt zoiets van, oké, ik heb nu mijn vibes weer helemaal terug, ik zit er weer lekker in en nu heb ik zoiets van, nou weet je, kan nu wel langzaam omhoog gaan, dus ik zit nu op 1850, ik ben verhoogd, yes! Ik zat eerst op 1825, maar nu ben ik alweer een stapje omhoog gegaan, dus we gaan goed. Ik ben de afgelopen tijd wel iets zwaarder geworden, maar hey, it's the period of the month right now, dus dan ben je altijd wat zwaarder, knoop dat in je oren. Dus ik sta nu de komende anderhalf week of zo, sta ik niet op de weegschaal. Daarna wel weer. En ik weet zeker dat ik gewoon, ja, dat er eigenlijk niet heel veel aan de hand is. En dat die anderhalf kilo, mwah, maakt me eigenlijk niet heel veel drukte om. Omdat ik, als ik in de spiegel kijk, zie ik nog steeds een lean, mean, green bean. Dus, yes. Dat is fijn. Ik heb veel energie vandaag. En ik ben een beetje druk. Dus, if that bothers you, I'm sorry. Tweede vraag. Wat is je grootste struggle met gezond leven nu? Nou, dat is dus echt balans. Balans is echt... Ik wou echt dat er gewoon 10 boeken over waren die ik dan helemaal gewoon kon uitlezen. En dat ik de magische sleutel tot balans voor iedereen had gevonden. Maar dat, ja, dat is gewoon niet het geval. Balans gewoon, blijft gewoon een struggle. Blijft gewoon iets wat heel erg lastig is. En ja, weet je, er zijn zoveel lekkere dingen, lekker eten ook op de wereld. Wat je gewoon wil. En dan... Ja, komt er weer zo'n moment om de hoek kijken waarop je gewoon gezellig hebt met je friends en dan wil je gewoon lekker eten en dan is het gewoon moeilijker om balans te houden. Maar goed, ik heb nu dus wel een beetje mijn vibes terug en het gaat nu wel wat lekkerder, maar balans blijft toch echt één van mijn grootste struggles, gewoon ever. Met sporten en zo heb ik nooit echt problemen, met gezond eten ook niet echt, maar het is gewoon echt de balans vinden tussen beide en het gezonde. En vooral nu ik zeg maar meer richting balans ga, zeg maar, meer richting een steady voedingspatroon, waarin ik uiteindelijk wel wil afstappen van het calorieën tellen, zeg maar, is balans, ja, het is een term waar je eigenlijk vrij weinig mee kan, maar wat eigenlijk ook alles is. Snap je? Het is gewoon heel moeilijk. Het blijft gewoon lastig. Vraag 3. Wil je de komende jaren blijven tracken of ga je op gevoel eten? Nou, ik heb dus al 2 vragen in 1 beantwoord. Ik ga uiteindelijk op gevoel eten. Ik heb nu eerst mijn reverse dieting. Dat ga ik even doordoen tot ik ongeveer op 2200 calorieën zit ongeveer. Dat is mijn onderhoud. Dat is wat ik op dagelijkse basis sowieso verbruik, omdat ik zoveel sport. En als ik daar eenmaal op ben, dan wil ik er langzaam van afstappen. Want ja, een heel leven lang tracken, I think not. Dus goed. Dus dat. Dan de 4e vraag. Nou, dit is echt totaal niks voor mij. De 4e vraag is, wanneer ga je trouwen? Never. Nee, echt niet. Ik ga nooit trouwen.
Ik vind echt niks. Zie maar, ik heb nu wel een jurk aan. Maar dit is ook gewoon, dit is gewoon mijn summerjurk. Maar ik ga gewoon niet, nee, trouwens niks voor mij. Ik vind dat het niks toevoegt. Ik heb er niks mee. Ik vind het veel gedoe. Te veel gezeik, het kost te veel. Nee, ik ga dat allemaal niet doen. Het is echt, nee. Totaal niks voor mij. Misschien dat ik me ooit in de toekomst nog wel een keer bedenk. Dat ik echt denk, tam 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 tam. Maar nee, nu nog niet. Voorlopig nog niet. En liever eigenlijk ook niet. Ik weet niet. Soms dan loop ik wel langs zo'n bruidswinkel en dan zie ik al die jurken. En dan denk ik wel, oh, het zou wel leuk zijn om gewoon een keer aan te hebben. Maar dan, ja, nee. Nee, ik zie mezelf gewoon niet zo officieel met al die tieren. Nee, oké. Okay. Volgende vraag. Vraag 5. Hoe omgaan met metingen die tegenvallen? Ja, dat kan wel gewoon echt een struggle zijn. Ik herken dit gewoon heel erg. Omdat ik toen ik heel erg strak op mijn voeding aan het letten was en keihard aan het droogtrainen was in 2015. Stond ik bijna dagelijks op de weegschaal. Elke keer, nou niet elke keer, maar ik had vaak genoeg dat er echt gewoon niks af was. Of dat er wel weer iets bij was. Nou, dit beïnvloedde mijn dag gewoon zo erg. Dat elke keer als ik bijvoorbeeld iets meer op de weegschaal zag, dacht ik, godsamme, ik heb echt zo hard mijn best gedaan de afgelopen week. Waarom dit? Hoe kan dit nou weer? Wat kan ik anders doen? Dat ik mijn hele dag er gewoon door liet bepalen. En eigenlijk, het allerbelangrijkste wat je kan doen, heb je een cupmeting? Stay positive. Blijf doorgaan. Je kan dan niet, ja, dat heb ik dus ook gedaan uiteindelijk wel. Maar ja, ik was gewoon boos, gefrustreerd en ik liet het mijn dag bepalen. En uiteindelijk was mijn hele dag gewoon ruk, omdat ik het ging inzitten over mijn gewicht en dat ik weer was aangekomen. Terwijl ik echt al super lean uitzag. Go figure. Maar goed. Het allerbelangrijkste wat ik je gewoon wil meegeven is blijf positief. Weet gewoon dat je lichaam zo ontzettend complex is. Vooral nu ik die studies aan het volgen ben. Er zijn zoveel factoren en zoveel dingen die meespelen op jouw lichaamsgewicht. Het is gewoon te sick voor woorden. Dus ik wil zeggen, blijf positief. Blijf volhouden. En wat je ook doet, geef niet op. Gooi de handdoek niet in de ring. Heb je een tegenslag? Zijn de metingen, misschien zijn de metingen wel week na week na week gewoon ruk. En je weet voor jezelf dat je dingen gewoon goed doet. Dan zou ik gewoon even naar de dokter gaan en je dingen uitleggen. Misschien zijn er wel gewoon dingen in je lichaam wat je tegenhoudt. Misschien gebruik je bepaalde medicijnen. Misschien doe je gewoon iets verkeerd wat de dokter jou wel kan toelichten, zeg maar. En dan heb je misschien iets ontdekt waar je wat aan kan doen. Maar echt, ik wil je alle tips van de wereld geven, maar de meest belangrijke is gewoon blijf volhouden. Want als je gaat stoppen, dat gaat het proces ook niet versnellen. En wie weet, weet je, is het gewoon tijdelijk? Heb je gewoon tijdelijk even een setback? Misschien heb je meer stress in je leven. Het kan ook echt enorme impact hebben. Blijf gewoon volhouden. Blijf rustig. Probeer je leven een beetje te analyseren. Wat zou er mis kunnen gaan? Schrijf eventueel ook, hou een soort journal bij, zodat je een beetje kan teruglezen uiteindelijk wat eventueel een oorzaak zou kunnen zijn. Maar geef niet op. You can do this. I know you can do this. Vraag nummer 6. Heb je niet ineens dikke cravings of eetbuien omdat je lange periode te weinig hebt gegeten? Nee, eigenlijk niet. En dit komt gewoon doordat ik, ja, ik denk dat het komt omdat ik gewoon zo, ja, zo'n strakke focus heb, zeg maar. En zoveel drive en doorzettingsvermogen. Soms heb ik wel gewoon echt van die momenten dat ik echt denk, oh, ik zou echt alles kunnen eten. Maar dat doe ik dan ook. Ik heb toch gewoon echt zo'n dag dat ik gewoon denk van ja, oké, weet je, ga ik nu denken YOLO en fuck alles. En dat ik dan morgen gewoon weer strak op de voeding let en gewoon keihard doorknal. Oké, dan doe ik dat. En vaak is het gewoon één moment in een week of één moment na een paar weken dat ik gewoon echt zoveel behoefte heb aan alles. Dat ik wel echt alles kan eten. Zoals laatst ook, weet je, ik heb nu, ik had laatst dat ik een dag, dat werd gewoon meer een cheat day. Volgens mij heb ik er toen ook een live update over gemaakt dat ik een beetje wat meer moest gaan opletten. Maar ik merkte dus echt dat ik het op die dag, ik ging ontbijten met croissantjes weer. Ik ging dingen afhalen. Ik had een ijsje gehad. Ik ging naar de Burger King. Ik had ook nog pizza gehad. Nou, dat was echt zo'n vreeddag dat ik echt dacht, jezus, houd het nog nooit op. En toen dacht ik echt, oké, Luella, je hebt deze dag nu gehad. Zorg dan dat het niet gewoon weer een automatisme wordt. Dat je dit iedere week weer gaat herhalen. Want dat was wat de vorige keer gebeurde. Bij mijn vorige poging om weer een beetje normaal te gaan eten, zeg maar. En toen sloeg ik op een gegeven moment zo gewoon door. En toen zat ik zo weer op 2000 calorieën. En toen kwam ik gewoon weer sneller aan. Dus voor mezelf, ja, ik heb af en toe wel cravings of eetbuien. Maar soms, ja, dan kies ik er gewoon voor om daar aan toe te geven. En dan de volgende dag gewoon weer goed op te pakken. Maar ik moet zeggen dat ik er niet extreem veel last van heb. Ik heb niet dat ik iedere week heb van, oh, ik wil alles eten. Of ik heb mega binge eating of mega eetbuien. Dat heb ik gewoon niet. Daar heb ik gewoon geen last van.
Dus ja, dat, en ik denk gewoon echt dat het komt omdat ik gewoon weet wat voor mij zwaarder weegt op dit moment. Ik wil gewoon mijn reverse dieting wil ik gewoon goed doen. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met de shape die ik nu heb. Dus dat wil ik gewoon ja, blijven volhouden. Dus denk ook als je voor jezelf in je mindset gewoon echt weet wat voor jou zwaarder weegt. Is dat je daar ook beter een knoop in kan doorhakken. Dus ik heb er niet heel erg veel last van. Natuurlijk heb ik wel, eet ik nu wel nog steeds eigenlijk te weinig voor wat ik eigenlijk zou mogen omdat ik zoveel sport. Maar omdat ik gewoon echt goede producten eet, wat me gewoon lang verzadigd houdt, heb ik gewoon niet het gevoel dat ik echt heel veel mis of zo. Dat ik gewoon echt denk, wow, ik heb gewoon nog honger. Want ik heb geen dagen dat ik echt honger heb. Ik heb eigenlijk nooit echt honger. Ik eet zoveel gewoon goede voedingsmiddelen. Ik haal mijn eiwitdoel nu regelmatig gewoon goed. Ik let op mijn koolhydraten en daar eet ik ook gewoon genoeg van. Gezonde vetten eet ik, dus ik heb vrij weinig momenten dat ik echt trek heb, waardoor er zo'n craving kan ontstaan. Eigenlijk mijn eetbuien heb ik eigenlijk alleen als ik helemaal mentaal en emotioneel gewoon er doorheen zit. Dus ja, ik kan het bijvoorbeeld vergelijken toen mijn oma overleed of toen mijn opa overleed. Nou, heb ik echt weken dat ik gewoon dacht, fuck it gewoon. Dat ik gewoon onbewust eigenlijk, weet je, dat ik niet steeds dacht, ja, oh, ik zit in de rouw en ik vind het echt heel vreselijk en daarom ga ik nu mijn troost zoeken en eten. Dat ging bij mij eigenlijk heel erg onbewust. Ik at gewoon maar wat, werd makkelijker met eten bestellen, dat soort dingen. Dus eigenlijk alleen op dat soort momenten heb ik daar last van. Vraag nummer 7. Eet je wel eens boven de 3000 calorieën? Ja, zo nu en dan. Ik wil niet zeggen dat het iedere week is. Zeker niet iedere week. Maar ik denk om de week ongeveer. Want dan, zoals nu ook, vandaag is het zaterdag. Ik mag een cheat meal, genietmaaltijd. Mag eten bestellen als ik wil bestellen. Ik ga zelfs een pizza bestellen. Dan, ja, dat is natuurlijk behoorlijk wat calorieën. Maar ik heb vandaag wel rekening gehouden met de rest van mijn voeding, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld geen ontbijt gehad. Alleen lunch en een ijsje nog maar. Dus dat is het enige wat ik voor vandaag heb gegeten. Dus als ik vanavond pizza bestel, blijf ik nog wel redelijk in balans, zeg maar. Dus het is niet heel extreem. Maar ik heb echt van die dagen, nou ja, dus om de week ongeveer, dat ik wel echt die 3000 calorieën wel kan aantikken, ja. Vraag nummer 8. Als je je wel aan je caloriebudget houdt, maar bijvoorbeeld over je carbs heen gaat, is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar ik zou het niet iedere dag doen. Kijk, het doel van je macro's bijhouden is natuurlijk dat je, ja, probeert wel op dagelijkse basis te behalen. Maar heb je nou gewoon een dag dat je denkt van, oh, ik heb echt zin in ijs of ik wil gewoon even een terrasje pakken. Vul het dan wel gewoon in, wat je in kan vullen, als je trackt. Ja, dan track je natuurlijk, anders weet je niet of je over je carbs gaat. Maar vul het dan wel gewoon in. Ga je over je carbs, let it be. Zorg dan in ieder geval dat je aan je caloriebudget houdt. Dat doe ik wel vaker. Ook als ik bijvoorbeeld weet dat mijn vriend en ik samen een weekend hebben. En ik weet dat we bijvoorbeeld samen een ijsje gaan eten. Dan zorg ik gewoon dat ik het grootste gedeelte van mijn dag wel gezond probeer te houden. En dat ik wel wat meer focus op mijn eiwitinname. Maar omdat er in ijs en dat soort dingen vaak veel koolhydraten zitten, is de kans gewoon groter dat ik over mijn koolhydraten heen schiet. Als het 1, maximaal 2 dagen per week ongeveer zijn, is dat prima. Dan kan je dat wel hebben als je maar let op je caloriebudget. Want uiteindelijk is een calorietekort de sleutel tot gewichtsverlies. Dus als je daar gewoon op focust, dan moet het gewoon goed komen. Maar ik zou het zeker niet iedere dag aanraden, want dan is het gewoon, heeft je MB macro's gewoon geen nut. Weet je, dan vraag ik me af waarom je je macro's bijhoudt. Maar zou, ja, 1 dagje tot maximaal 2 dagen kan prima. En als je dan wel gewoon verzorgt dat je de andere dagen gewoon goed je eiwitdoel haalt. Anders dan zorg je natuurlijk gewoon voor dat je veel minder goed herstelt van je trainingen. Dat heb je wel gewoon nodig, weet je. Dus focus dan wel gewoon op je andere macro's. En zorg gewoon dat je die ook gewoon goed haalt. Vraag 9. Hoe ga je om met late night snacking of binge eten? Nou ja, dat is echt een vet goede vraag. Want ik heb nu helemaal Game of Thrones heb ik helemaal ontdekt. En ik merk gewoon echt dat ik gewoon 's avonds nu meer wil eten. Het is gewoon bizar. Vaak heb ik zeg maar dat late night snacking en binge eating. Dat is dus echt iets wat bij mij optreedt als ik series ga kijken. Als ik tv kijk en ja, eigenlijk eindeloos series kijk. En steeds maar de volgende aflevering blijf klikken. Dan wil ik gewoon, ondertussen wil ik gewoon wat knabbelen. Ik wil gewoon wat blijven eten. En uiteindelijk eet je gewoon veel meer dan je eigenlijk wil. En denk ik, heb ik nou echt honger? Nee. Wil ik gewoon eten? Ja.
En dat komt omdat ik gewoon hersenloos voor de tv zit. En op een gegeven moment moet ik dan gewoon voor mezelf stoppen. Zeggen van, ik stop nu met series kijken. Ik ga iets anders doen. Ik ga nog even bloggen. Of gewoon even lekker een boek lezen. Of vast me klaarmaken voor bed. Vast mijn tanden poetsen. En in bed bijvoorbeeld verder kijken. Want dan zorg ik er gewoon voor. Dat als ik mijn tanden heb gepoetst. Ja, dan lig ik ook al helemaal schoon en fris in bed. Dan heb ik geen zin om nog naar de keukenkastjes te lopen. Daarin te gaan kijken. Dat zorgt gewoon als een soort blokkade voor mezelf. Dat ik stop met eten. Dag. Dag. Want als ik mijn tanden gepoetst heb, zeg maar, dan heb ik geen zin om... Nou, dan alles wat je daarna eet, smaakt sowieso al niet meer lekker. En om daarna nog weer een keer te gaan tanden poetsen, ja, dat zijn voor mij gewoon te veel blokkades. En ik lig dan zo lekker in mijn bed en dan val ik al half in slaap. Omdat ik dan, ja, weet je, dan denk ik gewoon, laat maar zitten. Dus ik zorg er meestal gewoon voor dat ik op dat moment, dat ik gewoon aanvoel van, ga ik nu echt de grens over? Ga ik nu te veel eten? Ja, stop de tv, ga me klaarmaken voor bed. Einde verhaal. En dat werkt gewoon voor me. Dat werkt echt prima. Dus dat is echt een van mijn beste tips. En ik heb deze tip wel eens vaker gedeeld. Ook op mijn Instagram. Ik kreeg heel veel reacties van mij. Die zeiden, dit werkt perfect voor binge eating of late night snacking. Dus echt een hele goede tip. Vraag nummer 10. Kun je jouw e-book ook volgen om na de bevalling weer in shape te komen? Ik ben nooit bevallen en ik heb ook heel weinig verstand van kinderen. Dus ik weet niet zoveel daarvan af hoe je lichaam dan in elkaar zit en hoe je lichaam reageert op bepaalde dingen. Maar mijn e-book is gewoon over het algemeen bedoeld om je gezondere leefstijl op te bouwen. En ik geef je letterlijk alle kennis die ik in 5 jaar tijd heb opgedaan. Dus als je zegt van, joh, het ontbreekt me aan kennis. Ik wil graag mijn eigen voedingsschema's kunnen maken. Mijn eigen trainingsschema's kunnen leren maken. De regie in eigen handen nemen. Zelf de controle. En echt serieuze stappen gaan nemen om een gezondere leefstijl op te gaan bouwen, dan zeg ik, ja, weet je, dan is het gewoon perfect voor jou. En als je zegt, ja, weet je, ik ben gewoon mijn ritme kwijt, ik heb gewoon nu geen gezonde leefstijl, dan is het boek gewoon voor jou. En ik zal ook nog eventjes de link, staat sowieso even in de description, daar staan alle punten in die ik je kan leren en waarmee ik je kan helpen met het e-book. Dus ben je er benieuwd naar, kijk gewoon eventjes in de description, daar staat de link. En hoop ik dat ik je daarmee gewoon verder kan helpen. En ik ben zo excited dat ik gewoon binnenkort nog veel meer dan dit kan doen. Want nu is mijn e-book mijn enige hulpmiddel wat ik dan voor je heb. Als premium content wat ik dan voor je heb om je daarmee te helpen. En ik moet echt zeggen, ik heb echt mijn ziel en zaligheid daarin gestopt. En het is samen met mijn schoonbroertje die dus daar ook opleiding in voor heeft gedaan. Toen had ik dus nog geen opleiding, maar nu ben ik wel bezig met mijn eigen opleiding. De informatie die erin staat, dat is gewoon alles wat ik had willen weten toen, voordat ik was begonnen. Maar ik heb dus alles gaandeweg geleerd en van mijn schoonbroertje en van mijn vriend die dus ook fitnessinstructeur is geweest. Zoveel info staat erin, dat wil je gewoon weten als beginneling. Dus ik hoop dat je wat aan hebt. En heb je dus van, nou, ik heb er ook wel interesse in, ik ben niet zwanger of ik ga niet bevallen en dit of dat. Dan zou ik sowieso gewoon eventjes de link in mijn description checken. Of fitaddict.nl/e-book, dan kom je er ook. En dat waren alle vragen, jongens. Ik heb het mega warm, het is 30 graden, ik heb los haar en ik praat heel veel, waardoor ik het heel warm krijg. Shake it. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vond, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben op mijn channel. Blijf als eerste op de hoogte van alle nieuwe video's. En dan zie ik graag weer in een nieuwe Fit Addict video. Heel erg bedankt voor het kijken. En heb je nou vragen voor de volgende keer? Stuur dan even een vraag in de comments. Dan neem ik die de volgende keer mee. Bedankt voor het kijken. Doei doei.